Hallo iedereen en opnieuw van harte welkom. We zijn ondertussen al 6 mei, de tijd gaat heel snel. Het was oorspronkelijk de bedoeling om 10 sessies te organiseren, te netwerk Aalst, met echte mensen in een echte zaal. Maar de situatie heeft daar anders over beslist. Nu, we zijn al vrij snel op het idee gekomen om meditatiefilmpjes te posten, wekelijks. En ik heb al van een aantal mensen hele mooie reacties mogen krijgen, waarvoor dank. En de filmpjes worden blijkbaar toch wel door een aantal mensen geapprecieerd. Met als gevolg dat we nu ook besloten hebben om wekelijks meditatiefilmpjes te blijven posten, alleszins al tot eind juni. Niks is zeker, maar dat zijn alleszins de plannen. Wie regelmatig al eens geprobeerd heeft om mee te mediteren, die zal misschien al gemerkt hebben dat meditatie toch wel degelijk met u iets doet. Gelukkig, de laatste jaren is de wetenschap er ook meer en meer van overtuigd dat meditatie iets doet. Onder andere de bloeddruk verlagen, uw hersenactiviteit beïnvloeden. Maar ik ben geen wetenschapper, dus ik ga me daar verder niet over uitspreken. Het internet is er om dat eens op te zoeken als je dat wenst. Maar ja, wees er wel een beetje voorzichtig, want er zijn ook wel wat, wat verkeerde informatie ook te vinden. Nu, als ik voor mezelf mag spreken. Nu, meditatie verandert je wel degelijk. Je gemoedstoestand verandert. Je hebt minder stress, je gaat minder angsten hebben, minder piekermomenten. Je gaat ook beter geconcentreerd zijn. Je gaat selecteren welke informatie is belangrijk, welke informatie niet. Het heeft mij wel degelijk veranderd. Nu, de fout die sommige mensen maken is, ze verwachten te snel om die veranderingen te voelen. Zoals we, deze maatschappij vraagt van ons om steeds te presteren. En we willen dan ook wel steeds resultaat, zeer snel ook zien. Maar dat is mijn meditatie, je kan niks forceren. Je moet gewoon, je moet niks, maar je mag gewoon de boel laten gaan en go with the flow, zou ik zo zeggen. En merk je niks, dat is ook goed. Hè. Het gaat hem over die tijd voor jezelf. Er was iemand die ik deze week gehoord heb, die zei van, goh, je hebt zoveel, ondertussen al heel veel mensen die meditatielessen geven, die die tips geven hoe je moet mediteren en hoe je het meeste voordeel er kunt uithalen. En hij zei van, de essentie is eigenlijk van te genieten. Genieten van het moment. Zonder verwachtingen. Dat is basisregel 1. En ja, dat zou ik dan ook iedereen aanraden om dat ook effectief te doen. Nu, ik vind dat we er mogen aan beginnen. Dus als je er klaar voor bent, dan mag je je zitpositie aanpassen naar gelang dat jij je op je gemak voelt. En dan, wanneer je er klaar voor bent, dan mag je ook je ogen heel zachtjes sluiten. Je mag al eens heel diep in- en uitademen. Je ademt in langs je neus. En je ademt uit langs je mond. Adem gerust een aantal keer diep en zacht en traag in en uit. We vullen ons lichaam al met nieuwe energie. Oude gevoelens, gedachten of zorgen, die laten we gewoon los en we ademen ze uit.
Onze ogen zijn ontspannen. Ook de spieren rondom en tussen je ogen ontspannen zich. En voel hoe ook de rest van je aangezicht zich ontspant. Je voorhoofd, de zijkanten van je gezicht, je kaken en de spieren rondom je mond. Je volledige aangezicht voelt ontspannen aan. We gaan even met onze aandacht naar het topje van je hoofd. We zullen zo langzaam naar beneden gaan, naar het topje van je tenen. Langs je achterhoofd, je nek en je schouders. Voel hoe deze zich ontspannen. Voelen aan net na een massage of een relaxerende douche. Je armen, je handen, je vingers en de topjes van je vingers. Heel jouw armen zijn ontspannen. We gaan nu ook met onze aandacht eventjes naar je rug. Ga langzaam naar beneden. Voel je heupen, je benen, je knieën. Je hielen en je voeten en je tenen en de topjes van je tenen. Heel jouw lichaam voelt ontspannen aan. Je licht, ook binnen in je lijf, voelt het leeg aan en relaxed. Alsof jouw hele lichaam leeg is, zonder organen, beenderen of bloed. Helemaal leeg. Ons lichaam hebben we niet nodig. Het leidt ons ook niet meer af. Het is alsof onze aandacht al midden in ons lichaam is. Binnen in ons lijf. Adem nog maar eens diep in en uit. En voel hoe je adem langs je neus naar binnen stroomt. Volledig langs je strottenhoofd naar beneden. Volg je adem heel diep tot aan het eindpunt van de adem die je inademt. Dat eindpunt in het midden van je buik. Als
Als je dat voelt, is dat oké. Voel je het niet, geen probleem. Dan blijft even jouw aandacht in de adem die je inademt. En voel ook de adem die je uitademt. Indien je dat eindpunt van de adem die je inademt voelt, mag je aandacht hier blijven rusten en laat je de rest van je ademhaling, laat je die los. En blijft ademhalen. Maar je aandacht is gevestigd in het midden van je buik. Stel je eens even een bootje voor die heel langzaam naar het eindpunt vaart. En eens daaraan gekomen, stap je uit. En dan heb je je boot ook niet meer nodig. Dan bevind je je in je thuishaven. Stel je voor dat je je in een ruimte bevindt die leeg is, zonder muren, zonder plafond. Dan kan je eens met je aandacht terug naar dat eindpunt gaan, een adem die je inademt. Dan kan je je voorstellen dat dit in het centrum licht van die ruimte. Die ruimte is eindeloos ver en groot. En jij bevindt je in het middelpunt van deze ruimte. Probeer niks te forceren, geniet gewoon van deze tijd voor jezelf in het hier en het nu. Indien je met je aandacht naar het midden van je buik kan gaan, en ook je bewustzijn connecteren met dit middelpunt van je lichaam, jouw centrum. Je hebt dan ook geen gedachten meer nodig, je hoeft aan niks te denken. Dit is eventjes tijd voor jezelf, zonder zorgen. Je denkt niet aan morgen, je denkt ook niet aan wat er gisteren is gebeurd. Je bent even in dit moment, hier en nu. Jij beslist waar je met je aandacht op dit moment naartoe gaat.
Adem nog eens diep in en uit. Voel hoe de nieuwe energie in je lichaam naar binnen komt. En hoe de lege middenruimte van jouw lichaam zich opvult met positiviteit. Ook jouw lege lichaam vult zich op. Het is alsof die positiviteit zich verspreidt over gans jouw lichaam. Vele mensen vinden het ook aangenaam om zich een voorwerp voor te stellen, een sfeer, in het midden van deze middenruimte. Een rond voorwerp, zoals een volle maan of een zon. Een bubbel, een zeepbel. Of een kristallen bol. Een heldere ronde sfeer in het midden van je buik. Je hoeft deze niet te zien fysiek met je ogen. Aan te voelen met je gevoel. Indien het voor jou gemakkelijker is om deze sfeer even voor jou te zien, is dat ook goed. Dan zie je die vlak voor jou. Dan laat je die heel zachtjes binnenkomen. Alsof je het zou uitnodigen om binnen te komen in je hoofd. Je kan door middel van je ademhaling deze sfeer laten zakken. Maar je kan ook jezelf voorstellen dat je deze sfeer zou inslikken en langzaam laten zakken naar beneden. Wat voor jou het beste aanvoelt, kan je eens uitproberen. Wanneer deze sfeer zich in jouw hoofd bevindt, dan laat het zachtjes zakken naar beneden. Langs je strotte hoofd, je borststreek, langzaam, langzaam naar je buik. En hier kan deze sfeer rusten, in het midden van je buik. Misschien voel je de aanwezigheid van deze sfeer, van dit ronde voorwerp, midden in jouw lichaam. Voel je het zelfs stralen. Misschien verandert het van vorm. Misschien zie je bepaalde kleuren. Dat is allemaal goed. Observeer gewoon wat je voelt, wat je ziet, wat je visualiseert. Zonder er echt gaan op te reageren of te controleren. We doen niks. En we geven ons gewoon over aan de gevoelens die we nu krijgen. We verliezen elke controle. Zonder dat dit onzeker aanvoelt of
dat we daar angsten door krijgen. Er kan niks gebeuren, we zijn volledig veilig. We zijn ook alleen, we worden niet afgeleid door niks of niemand. Heel jouw lichaam is als het ware transparant. Het enige wat we zien of voelen is het centrum van ons lichaam. Je hoeft het centrum niet te gaan zoeken, nog te bepalen waar het zich precies bevindt. Geen wetenschappelijk onderzoek dat je aan het uitvoeren bent. Het is een gevoel dat je voelt. Geef jezelf even de tijd. En de ruimte om deze gevoelens te observeren. Het is heel normaal wanneer je eventjes afgeleid wordt door een gedachte die op een onbewaakt moment naar binnen sluipt. Wanneer dit gebeurt, hoef je je niet te ergeren of hoef je niet boos te zijn op die gedachten. Je hoeft ze ook niet weg te duwen. Je observeert, accepteert en laat los. Je bent toeschouwer van de gedachten, maar je neemt er niet aan deel. Alsof je op een trein zit en naar een landschap kijkt die passeert. Zonder uit te stappen. Je geniet gewoon van deze rit. Bij elk gevoel of bij elke observatie stel je jezelf neutraal op. Je probeert niets te analyseren. Een laatste techniek die we kunnen gebruiken wanneer we afgeleid worden of eventjes zomaar om te
connecteren met jouw middenruimte en het centrum van deze middenruimte. Kunnen we gebruik maken van de mantra? De twee neutrale maar positieve woorden die we reciteren. De woorden uit het Pali. Sama Raham. Deze woorden, deze betekenen de juiste manier om je bewustzijn te zuiveren. Sama Araham. Sama Araham. Sama Araham. Hoe deze tonen, deze vibraties van tonen, hoe die zich vanuit het midden van jouw lichaam zich verspreiden over je gehele lijf. Als concentrische cirkels. Voel hoe de positiviteit vanuit jouw lichaam, vanuit jouw centrum, zich verspreidt over heel je lichaam en ook daarbuiten. We kunnen dan ook dit moment gebruiken kunnen dan ook dit moment gebruiken om deze positiviteit uit te stralen. Deze positiviteit wordt sterker binnen in onszelf. Dus kunnen we ze ook gebruiken voor onszelf. Maak gerust een wens voor jezelf. En gebruik je positiviteit om ook anderen iets toe te wensen. Mensen
uit jouw onmiddellijke omgeving, je partner of je gezin, je vrienden of je kennissen, je familie. Maar ook mensen die je niet zo goed kent. Mensen vanuit je gemeente of je dorp, vanuit je stad, mensen vanuit België, van Europa, van de wereld. Iedereen verdient het om een helder bewustzijn te hebben en gelukkig te zijn zonder zorgen en zonder lijden. Komen we geleidelijk aan het einde van deze meditatie. We worden ons bewust van de ruimte om ons heen. En ook van ons lichaam, ons hoofd, ons romp. Onze ledematen. Wanneer je het gevoel hebt dat je er klaar voor bent, dan mag je heel rustig je ogen opnieuw openen. Zo, dat was het voor deze week. Ik hoop dat je er een beetje hebt kunnen van genieten. En dan zien we elkaar volgende week. Dag.